De hamvraag is waarom? Dat is een simpel antwoord voor een hele lastige kwestie. Maar omdat we toch wel een verschil van inzicht hadden over het gevoerde beleid en het toekomstige beleid bij FC Utrecht op technisch gebied. Dat is wederzijds. Ja, op een gegeven moment zijn we wel tot de conclusie gekomen dat je zoveel verschillende meningen hebt over de onderdelen van het hele technische verhaal binnen een voetbalclub. Dat je tot de conclusie komt van, hier zit iets niet goed. Boy wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de aankopen. Boy haalde 3 Zweedse spelers naar Utrecht voor maar liefst 8 miljoen euro. Spits Alexander Gent maakte slechts 7 doelpunten. Middenvelder Mertensson en verdediger Nielsson bleken geen meerwaarde te hebben dit seizoen. Ook de Zuid-Amerikaanse keeper Junior Fernandez, voor veel geld gehuurd, voldeed niet aan de verwachtingen. Nou, ik denk dat de 3 Zweden, dat heeft Fouke ook zelf gezegd, hij heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid voor genomen. Aanpassingsproblemen hebben. De een doet het beter dan de ander. Nou, dat heeft Fouke ook gezegd. Ja, daar zijn we allemaal teleurgesteld in. Nielsson zelf ook. Gerrit zelf ook. Ja, we hopen volgend jaar dat die de stappen gaan maken waarvoor we ze ooit hebben aangetrokken. U weet hoe het werkt. Op het moment dat er iemand vertrekt, dan gonst het direct van de geruchten en namen. Zo'n naam is bijvoorbeeld Co Adriaanse. Ja. Ja, ik ken er allemaal 4-5. Co heeft hier gespeeld bij Utrecht. Dus dat blijft altijd. Dat hangt al 3 jaar boven deze club. Concreet zijn we met niemand in gesprek. Zoals ik net zei, we gaan ons gewoon eerst rustig beraden in deze zomerperiode. En dan mogen al die namen op ons afkomen. Of wij gaan misschien mensen wel benaderen. Of niet. Hoofdcoach Jan Wouters zal het dus voorlopig moeten stellen zonder technisch directeur. Als hij tenminste zelf mag blijven zitten waar hij zit. Wat zijn de consequenties eigenlijk voor Jan Wouters door deze situatie? Nou, dat is niet aan de orde. Fouke is technisch directeur, heeft andere verantwoordelijkheden dan Jan. Jan is trainer, samen met Robbie Alfle. Dus dat is vandaag de dag niet aan de orde. Jan Wouters blijft zitten? Ja.